Waarom is het nou voor een bedrijf aantrekkelijk om uh, videocontent in te zetten? Ik denk dat uh, de vraag tegenwoordig niet meer is: van uh, uh, zal ik het doen? Maar uh, ik moet het wel doen voor, uh, voor bedrijven. Uh, soms vergelijk ik het met een beurs. Uh, je hebt op, op bepaalde vakgebieden beurzen waar je wel aanwezig moet zijn. Anders doe je niet mee, zeg maar, in de branche. Ja. Uh, soms heb ik het gevoel dat dat met videocontent ook zo is. Het kan gewoon niet anders meer. Je komt er niet omheen. Uh, je, moet, je moet je als bedrijf laten zien hoe groot je ook bent. Uh, en ook als persoon laten zien. Want uiteindelijk zijn we allemaal mensen die uh, uh, menselijke beslissingen maken. Ook over de aankoop van, van jouw product of dienst. Mm -hmm. En uh, dat kun je heel mooi met film vertellen. Met film kun je, uh, uh, nou ja, je kunt sowieso iets laten zien wat je met, met tekst niet kan. Uh, je kunt er iets bij uh, laten horen uh, en ook nog bovendien iets laten voelen. En uh, die emotie, dat, dat kan uh, zorgen voor een beslissing bij jouw klant of afnemer. Je kunt het be beter ook in beeld brengen in een aparte omgeving, uh, wat jouw producten zijn. Ja. Dus uh, ja, en je kunt uh, een gevoel overbrengen, geloof ik, hè, over uh, hoe je er als bedrijf in zit. Zeker. Een, een leuke trend die, uh, die, die nu ook te zien is, dat uh, bedrijven die al videocontent maken, dat uh, niet meer primair doen om hun producten te vermarkten, maar uh, primair gaan doen om uh, mensen, medewerkers uh, te werven. Uh, dus om te laten zien van jongens, ik ben een leuk bedrijf, kom bij mij werken. En pas op de tweede plaats uh, gaan uh, uh, ding, uh, producten of diensten laten zien die ze uiteindelijk willen verkopen. Heeft natuurlijk ook met de markt te maken, heeft hè? zeker dat, met de markt te maken, inderdaad. Uh, ja. Dus het is wel een leuke verandering om te zien. En het, het werkt ook gewoon goed. Ja. Um, gaat dat nog veranderen of wordt het alleen maar groter? De content uh, videocontent. Ik denk dat het alleen maar groter wordt, het ja. maken van, uh, van videocontent. Ja je kan er niet. Uh, je kan er niet meer omheen eigenlijk. Uh, open een uh, willekeurige website en uh, er zijn video's. Moet je nou ook, uh, zeg maar, de mensen die jij inhuurt, moeten die zelf ook hun, uh, hun item editen en geedit aanleveren? Of uh, heb je daar ook weer andere mensen voor? Het ligt aan de productie, wat ik voorheen zei. Het, het zijn natuurlijk creatieve maatproducten en elke productie vraagt om een andere aanpak. Mm. Uh, wat wel te zien is, is dat voorheen had je traditioneel een, een cameraman, een editor en een verslaggever. Ja. Uh, tegenwoordig vallen die allemaal onder de noemer filmmaker. Uh, dus er wordt steeds oh ja. verwacht dat je... Ze dat kunnen je, alles. Ja, de, een beetje de alleskunners. En natuurlijk uh, zijn er op bepaalde gebieden nog echt wel professionals die alleen op audio zitten of alleen op video zitten. Hmm. En op die manier... Uh, dat komt natuurlijk ook door de vloggers, dat het uh, meer geaccepteerd is dat je zelf uh, filmt en, en, en interviewt. Maar uh, dat was in het verleden natuurlijk ondenkbaar. Ja, het heeft ook met budget te maken. Budgetten worden het over het algemeen ook kleiner. Uh, dus het, 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 je kan bijna niet meer met drie ja, uh, mannen op locatie waar. gaan. Nee, dat is ook inderdaad waar. Oké, okay, we gaan luisteren naar Rondé met Naturally.